Goedemorgen iedereen, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. Ik weet niet of je het kan zien, maar het zonnetje schijnt op dit moment. Daar word ik echt onwijs happy van. Ik ben al helemaal opgemaakt, gemake-upt, aangekleed, alles. Ja, ik heb niet heel erg iets spannends aan vandaag. Sarah zit ook achter me, die zit hier. Die is lekker aan het werk. Want de werkweek is weer begonnen. Maandag is voor ons altijd wel heel erg druk. Zijn we weer allemaal mailtjes aan het oppakken en dat soort dingen. Veel te doen vandaag. Wat ik trouwens ook wel heel erg lekker en leuk vind om te delen. Dat is dit zakje. En dit rode wat je erin ziet is met cranberries. Super lekker. Mijn moeder vond het leuk om die erin te gooien. En eigenlijk vonden we die zelfs ook nog het lekkerst smaken. Want dat maakt het net wat zuurder in combinatie met het zoet wat erop zit. Het zorgt ervoor dat ik al best wel een beetje in de herfst- en kerstsfeer kom. Want appelflappen zijn voor mij een beetje zo'n vibe. Zo, ik loop weer eventjes naar de tafel toe waar Tara dus ook aan het werk is. En ik moet zeggen dat ik laatst, ik denk dat het voor een artikel of voor een andere video was, ging ik even wat oude video's opzoeken van vorig jaar, een beetje rond dezelfde tijd van het jaar. En ik kwam video's tegen waarbij ik zo ontzettend wit was. Ik was bijna zo wit als deze muur. En ja, dat was toch wel een beetje shocking om te zien. Ik weet nog wel, als Tara en ik wel eens samen video's gingen opnemen, grapte ze wel eens van, Laris, de camera moet echt lichter, want anders zie ik er heel erg donker uit. Ja. Maar je moet echt even een fotootje invoegen, dan kan je wel zien hoe wit, bijna vampierachtig Larissa eruit zag. Het kwam niet per se door de instellingen. Het moest wel een beetje fris zijn, maar het was een beetje, we konden gewoon niet meer goed samen op beeld of zo. Nou, en een tijdje geleden vroeg ik om tips via mijn Instagram stories voor self-tan. En ik kreeg heel veel tips binnen. Eigenlijk waren alle tips over Bondi Sands. Dat heb ik toen ook geprobeerd. Daar was ik ook heel erg over te spreken. Dus als je mij de afgelopen tijd met gebruinde armen en benen hebt gezien, dan was dat door dat merk. Dus ik ben ook super blij en trots om te vertellen dat deze vlog gesponsord is door Bondi Sands. Ik heb hier de producten liggen, dus ik ga je gelijk even laten zien hoe het werkt om eens deze self-tan aan te brengen. Oké, dus we hebben hier een hele doos liggen met allemaal producten. En ik ga zo meteen deze gebruiken. Dit is de application mitt. Hier breng je dus het product mee aan. En ik ga namelijk de self-tanning foam gebruiken in dark. En deze mitt zorgt ervoor dat je het gewoon heel geleidelijk aan kan brengen zonder dat er strepen op je huid komen. Ik ga product op een van mijn armen aanbrengen, want dan kan ik jullie straks goed het resultaat of zeg maar het verschil tussen de twee armen laten zien. En ja, het is ook echt super simpel in gebruik. Wat ik doe is gewoon een paar pompjes hier op de mitten. Het enige wat je dan doet is het aanbrengen en dan in ronde bewegingen zo je hele armen dekken. Ik heb nu eigenlijk al bijna mijn hele arm gedaan. Ik doe nog eventjes één extra pompje voor de onderkant. En wat ik over heb, dat smeer ik een beetje op mijn handen dan. Nou, ik heb de tanning foam op mijn arm gebruikt zoals je kan zien. Wat heel erg fijn is, is dat deze al een kleurtje heeft. Dus hierdoor kan je gelijk zien van welke plekjes heb je op je arm al wel of nog niet gehad. Ik heb nu ongeveer 5 minuutjes gewacht. Het is bijna al helemaal droog, wat super fijn is. En nu kan ik gewoon een trui aantrekken. Gewoon een beetje loszittende kleding is prima. Want je moet het een uur inlaten voor een redelijk licht resultaat, maar je kan het maximaal 6 uur op je huid laten, waarna je het gaat afspoelen als je een wat dieper resultaat wilt. Maar het is heel erg fijn dat het dus redelijk snel opdroogt, want ik kan nu gewoon mijn trui aandoen en gewoon verder met de rest van mijn werkzaamheden of mijn dag. Dus ik ga nu weer even verder met mijn dingetjes achter de laptop. Ik ga over een paar uur de tanning foam van mijn arm afspoelen en dan laat ik jullie het resultaat zien. Zo, zoals jullie kunnen zien hebben we even mijn huiskamer verlaten voor de open lucht. Het is november. Ik weet niet hoeveel uit mijn hoofd. Begin november. We zitten gewoon op het terras, jongens. Tara heeft net de jas uitgedaan. Ik ga het ook doen, want het is echt heerlijk warm gewoon. Het is echt heerlijk ineens. Het voelt een beetje als lente. Larissa zei dat ze het al zeiden op het nieuws. Ik zei net, ik geloof je niet, maar we stapten de deur uit en het was echt in één keer, wow, het is warm. Ja, bizar. Zo, onze lunch is gearriveerd. Tara heeft een lekkere pompoensoep met Aziatisch tintje volgens mij. Ja, met kokosmelk. Kokosmelk, een beetje brood en ik heb een carpaccio. Eet smakelijk!
Nou, we zijn weer bij mij thuis na het lunchje. Het was heel erg lekker trouwens. Maar nu is het tijd om mijn arm af te gaan wassen. Want ik heb het er ongeveer 3,5 uur op zitten. Dat is best wel lang. Dus ik ga eventjes het afwassen. En dan ga ik jullie daarna het resultaat laten zien. Zo, daar ben ik weer. In dit geval, omdat ik echt alleen mijn arm heb gedaan, heb ik gewoon even mijn arm onder de kraan gehouden. En heb ik het gewoon rustig zo een beetje eraf gewassen. Ik heb geen zeep gebruikt of iets dergelijks. Het water werd echt maar heel lichtjes geel. Dus zoveel kleur kwam er ook weer niet vanaf. Dat valt er weer mee. Maar het resultaat is wel echt super goed te zien. Dus deze arm heb ik wel behandeld. En die is echt heel erg mooi bruin. Het lijkt nu net gewoon alsof ik van zomervakantie afkom. En dit is mijn gewone arm. Zo kan je het ook echt super goed zien. Ik vind het resultaat echt heel erg mooi. Mocht je gewoon je hele lichaam hebben gedaan, dan stel ik voor dat je gewoon wel beter helemaal onder de douche gaat staan. Want dan ben je gewoon veel sneller klaar met het afspoelen natuurlijk. Maar dat ga ik later vanavond doen, zodat ik niet alleen maar één bruine arm heb. Maar ik vind het resultaat echt super mooi. Zoals je misschien trouwens ook wel kan zien, is dat ik niet een oranje arm heb. En dat komt omdat de ondertoon in deze self-tan blauw-groenig is. En dat klinkt misschien een beetje eng, maar dat zorgt er juist heel erg voor dat het een hele natuurlijke kleur krijgt. Dus echt Oompa Loompa kleuring, dat krijg je echt niet met deze. Maar het is gewoon een hele mooie natuurlijke kleur. En dit doet me echt heel erg denken aan hoe ik zeg maar normaal door de zon of door de zonnebank zou kleuren. Maar nu heb je gewoon niet dat risico en het gevaar dat je normaal van dat soort zonnestralen krijgt. Hallo iedereen, het is vandaag dinsdag, de volgende dag. En laat is het? Oh, het is echt al bijna 2 uur, joh. Ik ben al een hele tijd eigenlijk aan het werk met Tara hier op de eettafel. Want Tara staat hier. En misschien hadden jullie het nog wel gezien in eerdere vlogs. Ik had zo'n hele grote doos hier staan in de hoek. En die zijn we nu eindelijk aan het uitpakken. Het is namelijk een heel tof kledingrek. Dus we zijn al halverwege. Het in elkaar zetten gaat eigenlijk wel heel erg goed. Dus ja, we gaan hem eventjes afmaken. Zo, het is inmiddels alweer donker, maar ik ben Larissa kwijt. Sorry. Jongen, jongen. Best wel een soort van comforting. Wat zeg je nou? Een soort van comforting, sorry. Dus je wil hier in blijven? Ja, maar zeg maar, dozen zijn voelen altijd een beetje, ja, gewoon chill of zo. Oké, nou, ik ga naar huis. Super. Ik wist dat je... Laat goed zitten, hè? Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag alweer. En ik ben bij Tara thuis, zoals je misschien wel kan zien. Hallo. Ik zit echt deze hele vlog al te zwaaien op de achtergrond. Ik heb vanmorgen heel snel vroeg even een lens teruggebracht. Toen ben ik naar Tara gereden. We hebben net even lekker koffie gedronken. Fotootjes hebben we gemaakt en we gaan nu lekker naar buiten. Want het leek ons leuk om ook buiten nog even wat foto's te maken, hè? Voor de Instagram. Zo, we staan nu buiten en we zijn wat fotootjes aan het schieten. En zoals je ziet, het is echt nog steeds super mooi buiten. Alle blaadjes hangen nog, allemaal mooie kleurtjes. En we hebben net wat leuke foto's geschoten, maar we wilden ook heel graag eentje met z'n tweeën. En nu heb ik dus zo'n ding op mijn fiets hangen om je telefoon in te doen. Dus we dachten, misschien is het een goed idee om het dan hiermee te doen op de self-timer. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het gewoon even proberen. Het wordt meer een half hoor, denk ik. Haar zit echt heel lelijk. Hoe is die kwaliteit aan de voorkant? Oh my god, ik zie die niet uit. Maar het kan op zich wel, wacht. Oh, het moet even iets meer in het midden staan of zo. Nee. Eén keer. Wacht, nee, wacht. Volgens mij kijk ik echt naast de camera. Deze is nogal grappig. Die is nogal leuk. Zo, ik ben weer eventjes thuis. Ik ben nog een klein beetje buiten adem van het naar huis fietsen. Want ik heb zo meteen een afspraak bij huid en laser. Dat had ik een paar jaar geleden had ik best wel erg acne. Dus had ik elke maand behandelingen voor mijn huid. Nu moet ik eigenlijk wel elk half jaar terug. Maar ik moet eerlijk toegeven dat het al echt veel meer dan een half jaar geleden is. Ik zou zeggen dat het misschien wel bijna een jaar geleden is. Dus daar ga ik even langs. En ik heb de laatste tijd weer best wel veel, ja, puistjes, onderhuidse bulten. En je ziet gewoon weer heel erg dat mijn huid heel erg dik is geworden. Dat zie je vooral hier. Zie je dat heel veel relief is en ook op mijn voorhoofd. Dus het is hoog tijd om weer een behandeling te krijgen. Zodat mijn huid gewoon weer wat dunner wordt. Want mijn verdikte huid zorgt er gewoon voor dat ik al deze
onzuiverheden heb. Zo, ik ben weer terug van huid en laser. En ik dacht, ik ga er heel veel voor zitten om jullie even kort een update te geven over mijn huid. Ik had ook nog eventjes nagevraagd. Ik was voor het laatst geweest in de maand maart. Dus dat is niet eens echt super lang geleden. Ik had het gevoel alsof het echt heel erg lang geleden was. Maar dat viel dus op zich best wel mee. Maar het is voor mijn huid al heel erg fijn en belangrijk om echt 2 keer per jaar te komen voor behandeling. Om het gewoon onder controle te houden eigenlijk als het ware. Want zoals ik misschien al eerder had gezegd hier, wordt mijn huid redelijk snel dik. En dat zorgt ervoor dat ik al die onderhuidse onzuiverheden en dergelijke krijg. Dus de behandelingen die ik krijg, die zijn er ook voor om mijn huid weer wat dunner te maken. En degene die ik heb gehad is microdermabrasie. Dan heb ik de dieptereiniging gehad. Daarna hebben we de ND-YAC huidverbetering. Dat is een laser voor huidverbetering. Dan hebben we ook nog de primary pumpkin peeling gehad. En daarna ook nog de 4% retinol. En ik ben er ongeveer 1 uur geweest. Dus dat hebben we net allemaal gedaan. De komende paar dagen, dus waarschijnlijk begint het vanaf morgen, begin ik te vervellen. En het schijnt wel wat heftig te worden, omdat mijn huid best wel wat dik is. En ik gewoon een hele goede behandeling heb gehad, die er dus voor gaat zorgen dat mijn huid, zeg maar dat de bovenste huidlaag allemaal eraf gaat. Dus dat is wel heel erg leuk misschien voor jullie ook om te zien in de vlog hoe mijn huid er de komende dagen uitziet en in hoe erg het gaat vervellen en dergelijke. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd hoe het gaat worden. En ik heb daarnaast ook nog even 2 andere producten afgerekend. Want bij Huid en Laser hebben ze ook een aparte webshop waar ze producten verkopen die ze zelf ook gebruiken en waar ze heel erg achter staan. En ik ken het merk zelf verder nog niet, maar het is van Dermasense en dit is een mousse en een tonic. Dit is de Travel Set, dus dit is een wat kleiner formaatje, dus dat is heel erg fijn om mee op reis te nemen, maar ook vooral om uit te proberen om te kijken of het wat voor je is. En in deze mousse en tonic zit ook glycol en salicylzuur en dat zijn de zuren die heel goed zijn voor je huid om het dus niet te dik te laten worden. Dus ik ben heel erg benieuwd om dit uit te gaan proberen. Dit mag ik vanavond al gebruiken. Wat ik ook heb aangeschaft is de Cebora Gel. Dit is een gel voor in de nacht. Het is eigenlijk een nachtcreme. Deze heeft 2% salicylzuur en 8% glycolzuur. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag alweer donderdag. Volgens mij zei ik in de vorige week ook van op een donderdag de week vliegt. En dat heb ik nu ook alweer. Ik ben me op dit moment aan het klaarmaken, want ik ga zo de deur uit. Ik moet over een kwartiertje wel echt op de fiets zitten. Want ik ga naar Lash Ishmore en ik krijg nieuwe wimpertjes. Zoals jullie misschien vast al een paar dagen hebben gezien, ben ik een beetje kaal op deze area. Dus ik ben heel erg enthousiast om daar weer nieuwe wimpertjes op te krijgen. En dan zie ik gewoon net wat meer afgemaakt uit als het ware. Verder hebben we alles gedaan. Dit is hoe mijn huid er vandaag uitziet. Je ziet hier wel echt dat donkere plekje nog doorheen komen. Ik kan hier eigenlijk nog wel concealer overheen doen, want dat heb ik nog niet gedaan. Maar dat heb ik gedaan omdat ik bang ben dat het misschien gedurende de dag al een beetje gaat schilferen. En hoe meer foundation en make-up ik zeg maar op mijn huid heb zitten, hoe duidelijker je gaat zien dat het aan het schilferen is. Ik neem wel wat make-upjes mee, want als ik mijn wimpers laat doen, dan merk ik altijd een beetje dat mijn wenkbrauwen eraf gaan. Dus ik heb wenkbrauwspul mee en ik heb ook voor de zekerheid toch ook nog even concealer en een BB cream mee om het een beetje bij te werken. For you now, you got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh. Zo, ik ben weer klaar bij Lash Ishmore. Ik heb weer echt super mooie wimpers. En ik heb eigenlijk best wel honger, want ik heb nog steeds niet echt ontbeten. En er zit hier verderop zo'n bakkerij Neppelenbroek. Waar we laatst ook met de Too Good To Go app wat lekkere dingetjes hadden gehaald. Dus ik dacht, daar kan ik lekker een broodje halen. En ik dacht, misschien is het ook wel heel leuk om als verrassing zo'n lekker koekje, zo'n dingetje mee te nemen voor Tara. Die ze vorige keer zo lekker vond. Zo, dit heb ik besteld. Ik heb hier een cappuccino. Ik heb hier een broodje met parmaham en kruidenkaas, geloof ik. En hierin zitten 2 katerijntjes. Want ik had iets van, oké, als ik er Tara 1 geef, dan ga ik waarschijnlijk ook zin in hebben. Dus ik heb er gewoon voor de zekerheid 2 genomen. Ik ga eventjes lekker buiten zitten. En ontbijten. Ik hoor in 1 keer een miauwtje. Kijk dan. Een super mooie kat. Ik weet niet waar hij vandaan komt, maar misschien is hij ontsnapt. Oh. Hij heeft zijn weg weer gevonden volgens mij. Zo, ik zit in de trein inmiddels. Tara is er ook. Ja, ik heb een verrassing voor Tara. Is het voor mij? En voor mij, Jels. Oh ja.
mijn ochtend al op. Ja? Ja. Super lekker. Katerijntjes. Ja. Zo, die is weg. Just watch me break. Kijk eens wie we zijn tegengekomen, Bonnie, gezellig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zei net tegen jullie dat ik zo leuk vind dat jullie nu aan het weekvloggen zijn. Thanks. Ik hou echt van vlogs en ik vind bij jullie ook altijd zo, ja, zo knus. Ik vind het leuk dat wel. Ja, ik vond het sowieso heel leuk om jouw reactie onder de video te zien ook. Oh, heb je het nog geproefd? Nee, nog niet. Maar ik heb het wel opgeschreven. De vega saté van Alcorn. Ja. Die ga je denk ik echt lekker vinden. Ja, ik ga het wel proberen. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Het was super gezellig op het Monkey Event. Want we hebben daar dus Bonnie nog gezien, zoals jullie zagen. En Diana was er ook. En Jamie trouwens ook. En er waren ook nog heel veel andere mensen die we herkenden. Dus dat was echt heel erg leuk. Op het Monkey Event mochten we gewoon de wintercollectie bekijken. En we mochten ook wat items uitkiezen die we leuk vonden om mee naar huis te nemen. Dus ik ben super blij met wat ik heb gekozen. Maar het allereerste item is deze teddycoat. En hij voelt super goed en lekker aan. Tada! Het volgende item dat ik heb is deze super mooie Bordeaux rode rok. Deze ruches aan de voorkant, waardoor die hier ook ietsje korter is. En hier zitten van die knoopjes, wat heel erg schattig is. En dit is gewoon heel erg leuk met Dr. Martens. Een panty, goede zwarte truiden op. Volgende item dat ik heb zijn deze super leuke glitter avocado sokken. Ik vind ze echt ontzettend schattig. Kijk dan, die glitters, avocadootjes. Heel erg leuk. En als laatste, Bonita en ik hebben dezelfde sjaal gekozen. En dat is deze. Het is een hele mooie roestachtige kleur. En hij is heel lekker zacht en best wel groot. Zo, ik heb alleen nog maar een zwarte sjaal op dit moment. Dus het is heel erg fijn om deze lekker af te wisselen. Als ik bijvoorbeeld helemaal een zwarte look aan heb, heb je toch nog een klein beetje dat herfst-winter kleurtje. En deze, ik ben echt heel erg into deze kleur de laatste tijd. Dus super, super blij met deze nieuwe items. Hi allemaal, ik wilde ook nog heel graag even laten zien wat ik van Monkey heb meegekregen. Want het zijn allemaal hele mooie spulletjes en ik ben er echt super blij mee. En zijn allemaal super herfstproof. En voordat ik verder ga, ik heb inderdaad een bril op dit moment. Mijn lens is gisteren doormidden gescheurd toen ik hem probeerde uit te halen. En echt serieus, het deed zoveel pijn. Het zijn zachte lenzen, dus alles is oké. Maar ik kreeg dat tweede stuk er uiteindelijk echt niet uit. Ik heb denk ik een half uur lopen vroeten. Op een gegeven moment had ik opgegeven. En toen ineens voelde ik hem weer, dus ik heb mijn vriend met een zaklamp erin laten schijnen en echt heel veel moeite. Maar het is eruit. Maar het was mijn laatste set lenzen, dus nu moet ik verder met een bril. Ik ben niet super fan van mijn bril, ik vind hem wel lekker hetero. Ik vind hem lekker retro en lekker hipster, maar ik vind mezelf zonder bril wat leuker, maar goed. Dat eventjes terzijde. Ik heb net als Larissa deze hele mooie bruine sjaal. Dan heb ik hier een hoedje en daar hoort ook een bijpassende trui bij. En het hoedje, dat is een hele specifieke stijl. Daar moet je echt van houden. En ik heb er ook een leuk fotootje van gemaakt. Dus die zie je hier. Dan heb ik hier een pak. En dit is een jumpsuit. En ik vind hem echt mega mooi. Het is een soort van glanzende stof. Er zitten wat streepjes over. En hij zit zeg maar een beetje los aan de bovenkant. Bijna een beetje Asian vibes krijg ik erbij. En dan losse onderkant. En dit is echt zo'n perfect iets om te dragen met kerst. Als je geen jurkje aan wilt. Of op een gelegenheid dat je wat netter gekleed wilt. En je trekt hem zo aan en dan ben je klaar. En dan heb ik hier een broek. En deze is zo ontzettend mooi. Ik weet niet of dit de bekende mom jeans is. Maar ik ga nu heel even kijken of ik een labeltje kan vinden. Oké, die is uitgeknipt. Ik weet het niet zeker, maar hij zit super goed rond mijn billen. En bij de broekspijpen is die recht. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. En dan heb ik hier ook nog een hele mooie, lekkere, dikke
Fluffy Teddy Coat. En dit is in een bruine kleur. En ja, dat is nogmaals een beetje de kleur van dit najaar. Dus vind ik wel heel erg leuk. Ja, ik kan echt niet wachten om deze naar buiten te dragen. Hij is ook heel warm. I love it. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag vrijdag. En ik zat te twijfelen om deze vlog te openen zonder make-up. Zoals ik dus nu toch heb gedaan. Want zoals je kan zien, mijn huid ziet er niet geweldig uit. Het is gewoon allemaal voorspeld trouwens. Het is niet dat in één keer mijn huid slecht is geworden na de behandeling. Maar het ziet er slechter uit. Het is niet slechter, maar het ziet er slechter uit. Zoals is voorspeld, het vervellen is hier begonnen. En mijn huid staat best wel strak en het jeukt een beetje ook. Het is heel droog, omdat het dus waarschijnlijk hier straks ook gaat vervellen. Maar het is hieronder dus begonnen, zoals je kan zien. Ja, het ziet er best wel heftig uit allemaal. Maar het komt goed. Moet ik ook tegen mezelf zeggen, want het is niet fijn om zeg maar nu met zo'n huid zeg maar de komende dagen te zitten. Maar het wordt hierna beter. Nou, die velletjes zijn wel vervelend, want dat is echt een horror met foundation. Want dat blijf je gewoon heel erg goed zien. Zo, daar ben ik weer. Begrijp me trouwens niet verkeerd. De hoe mijn gezicht er net uitzag, dus voordat ik make-up aangebracht. Hoe het aanvoelt, dat is compleet normaal. Ik wist ook dat dit zou gebeuren. Altijd als ik deze behandelingen krijg, want ik heb er echt al heel veel gehad. Zoals ik had verteld, heb ik in het verleden elke maand behandelingen gehad. Dus toen had ik elke maand deze situatie. Elke keer als ik behandelingen krijg, dan vraagt Raquel, mijn huidtherapeut, ook van of ik iets belangrijks of iets bijzonders heb staan voor de komende paar dagen. Omdat ze gewoon weet dat ik de komende ongeveer 3-4 dagen gewoon een wat minder chille huid heb. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Ik ken haar trouwens nog van de middelbare school, dus dat is echt super cool. Anyways, ik ben hier gaan zitten voor jullie omdat ik heel eventjes wilde hebben over onze weekvlogs. Om heel eerlijk te zijn, de eerste weekvlog die we online hebben geplaatst, hadden we heel veel zin in en we wisten gewoon dat heel veel van jullie deze weekvlogs ook hadden gemist. En als ik echt de comments kijk, dan zie ik dat ook. Het verwarmt echt ons hart. Dat klinkt zo cliché, maar het is echt zo. Als we gewoon lezen in de comments dat jullie gewoon ontzettend blij zijn dat de weekvlogs weer terug zijn. Maar als we heel eerlijk zijn, dan vallen de views op die eerste weekvlog wel echt ontzettend tegen. Ik bedoel, de views die er zijn, die koesteren we echt met ons hart. Maar als je gewoon kijkt naar de andere video's en wat voor views die hebben gehad, dan is het gewoon heel duidelijk dat die weekvlog wat minder goed is bekeken. En we vragen ons af hoe dat komt. Wij zouden heel graag willen kijken van op welke manier kunnen we misschien onze weekvlogs fijner maken, waardoor jij er misschien wel op klikt. Of iemand die dat niet had bekeken, maar iemand die wel geïnteresseerd is in weekvlogs, hoe die persoon er misschien wel fijner naar kijkt. Er is ook een comment die daar onder de eerste weekvlog was geplaatst die mij heel erg is bijgebleven. En daarin ging het over of het misschien niet beter was als de ene weekvlog door Tara wordt gedaan en de andere weekvlog door mij. In plaats van dat je heel erg afwisselende beelden door elkaar ziet. Nu weet ik nog uit Vlogmas van vorig jaar dat juist wel complimenten kregen over dat mensen het heel erg leuk vonden om die afwisseling tussen ons te zien. Dus het is een beetje, we zitten een beetje met, goh, wat vinden de meeste mensen nou prettig en leuk om te zien? Dus om een beetje wat meer duidelijkheid te krijgen over wat jullie fijn zouden vinden in onze weekvlog, hebben we even een paar vragen in de beschrijving neergezet. Het zijn er niet al te veel, want ik wil je niet een hele enquête verschoten. Maar het zijn even een paar hele handige en voor ons belangrijke vragen die ons wat meer duidelijkheid zouden kunnen geven over wat jullie graag zouden willen zien in een weekvlog. En wat vooral prettig is voor jou om te kijken. Want het moet natuurlijk gewoon altijd gewoon fijn zijn voor jullie om te kijken. Anders besteed je daar natuurlijk niet je tijd aan. Dus we zouden het heel erg op prijs stellen als je de vragen die dus in de beschrijving staan, als je die beantwoordt in een comment hieronder onder deze video. Want zoals we wel eens vaker hebben gezegd, we lezen elke comment die jullie onder onze video's plaatsen. We nemen ook alles mee. Dus we zouden het op deze manier graag ja, met jullie hulp beter willen doen. Verbeteren. Dat is eigenlijk het enige wat we willen. Hallo, het is alweer even later. Ik ben inmiddels met Tara aangekomen in Amsterdam. Ergens richting Noord zijn we. We lopen een beetje op een industrieterrein. Want we zijn nu onderweg naar een sample sale. Yes. En het is een sample sale van onder andere Wrangler en Vans. Dus dat vinden we heel erg leuk. Nog veel meer andere merken zouden er zijn. Maar ik ben even vergeten welke dat zijn. Maar ik hoop wat leuks te kunnen scoren in ieder geval.
het is alweer even later. Ik ben inmiddels alweer thuis. Het is ook echt helemaal donker buiten. We hebben wat dingetjes geshopt op de sample sale. Maar ik ben misschien ook van plan om misschien vanavond, maar ik denk het niet, morgenochtend nog naar een andere sample sale te gaan. Dus het leek ons leuk om misschien een aparte video op te nemen. Dus een aparte sample sale shoplog. Dat klinkt trouwens best wel lekker. Waar we dan onze items in laten zien. Dus dat ga ik nog niet laten zien in deze video. Wat ik ook heb geshopt en wat ik wel wil laten zien is het volgende. Zoals jullie misschien gisteren zagen, hadden we Bonnie weer gezien. En zij had mij namelijk getipt voor de Korn vegetarische saté. Ik heb van al jullie tips uit, volgens mij de eerste weekvlog, heb ik alles opgeschreven en lijstje gemaakt. Dat had ik in een notitieboekje thuis liggen. Dus die moet ik nog eventjes nog een keer gewoon in mijn telefoon allemaal zetten. En dan ga ik gewoon proberen om alles een keer te proberen. Misschien is dat ook wel een leuk video idee. Dat ik gewoon wat verschillende dingen probeer. En misschien laat weten wat ik ervan vind. Ik weet niet zeker of het een leuk idee is. Laat me even weten als jullie dat leuk zouden vinden. En ik had heel erg zin in rijst. Dus ik dacht, daar past dit wel heel erg goed bij. Zo, dinner is served. Ik heb hier een beetje witte rijst, asperge boontjes. En dit is de vegetarische saté. Het zijn wel van echt van die vierkante blokjes. Maar de saus ruikt in ieder geval wel echt heel erg lekker. Dus ik ga eventjes proeven of het wat is. Oké, ik moet even een beetje bukken, wil ik een beetje in beeld zijn. Oké. Bonnie had van tevoren gezegd dat ik echt gewoon eerlijk moest laten weten wat ik ervan vond. En ik kan heel erg eerlijk zijn en ik kan ook heel erg kritisch zijn. Nou, ik moet zeggen dat dit echt veel beter is dan de andere kipstukjes die ik een keer had gemaakt. En die had ik ook met een woksausje gedaan. Dus het ligt niet per se alleen aan de saus. Al doet de saus wel heel erg veel. Ik moet zeggen dat het een vrij zoete saté saus is. Dus een beetje wat je zeg maar krijgt bij de Chinees. Vind ik persoonlijk niet erg. Maar de structuur van deze kip is wat minder ja, rubberig eigenlijk. En dat vond ik nou bij de vorige kipstukjes echt helemaal niet chill. En hier heb je dat eigenlijk helemaal niet. Dus Bonnie, super bedankt voor het tippen. Ik ben het helemaal met je eens. Deze smaakt inderdaad heel erg lekker. De saus vind ik ook heel erg chill erbij. Dus ik ben heel erg blij. Ik ga dit lekker opeten. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben al helemaal aangekleed, gemake-upt. En ja, eigenlijk klaar om de deur uit te gaan. Het is redelijk vroeg voor mij op een zaterdag. Maar ik wil graag nog eventjes langs een andere sample sale die in Houten is. Tara die gaat nu mee. Die lijkt nog even lekker in bed liggen. Want die had gisteravond lekker gezellig afgesproken. Dus ik dacht, ik ga gewoon zelf eventjes. En dan bel ik haar eventjes als ik iets vind. En daarna ga ik nog eventjes langs mijn ouders om wat spulletjes op te halen. En raam mij eventjes te knuffelen. Alright, ik ben aangekomen. Ik heb even de auto van mijn vriend geleend. En ik was aan het rijden en ik dacht, oh, ik vind het zo heerlijk om auto te rijden. Ik vind het zo chill. Dus hopelijk heb ik ooit onze eigen Endless Weekend mobiel. Maar goed, ik ga nu snel naar binnen. Ik heb best wel ver moeten parkeren. Dus het is blijkbaar heel erg druk. Maar ik denk ook dat er wel andere evenementen zijn vandaag. Dat hoop ik tenminste, want anders is het heel erg druk. Nou, dat was een fail. Ik had denk ik nog langer naar de expo gelopen dan dat ik daar voor de deur heb gestaan op plek van bestemming. Maar het is wel echt super jammer. Dus helaas, maar we gaan nu verder. Zo, hier heb ik wat meer geluk, want mama is gelukkig wel thuis. Hallo, hallo. Hoe gaat het? Gaat goed. Ja, leuk om jou weer te zien. En ik heb even wat pakjes geopend, dus dat is heel erg leuk om hier post op te zoeken. En ik weet dat Rama ook boven is, dus ik wilde ook nog eventjes gedag zeggen naar Rama. Kijken of je het leuk vindt om mij ook te zien. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd. Oh my god, ik zag je helemaal niet. Ik ging deze kamer in en ik riep, waar is die? Ik zag gewoon niet dat hij hier lag, omdat hij zo goed blendt in deze deken. Hallo lieverd, sorry dat ik je zo hard nu heb wakker gemaakt. Ik dacht dat je er niet was. Ik dacht dat je er niet was. Wat doe je nou? Kusjes. Oh joh, ik kan jou niet loslaten. Je bent zo lekker zacht. Dag liefie, ik mis jou hoor bij mij thuis. Goedemorgen iedereen, het is vandaag zondag alweer. Het is net iets voorbij de ochtend en ik zit momenteel met mijn vriend in de auto. Want we gaan lekker brunchen in Amsterdam. Ik heb voor de gelegenheid even lekker mijn nieuwe teddycoat aangetrokken van Monkey die ik jullie laatst heb laten zien. Ik ben er echt super blij mee. De kwaliteit voelt ook echt wel heel erg lekker. Verder heb ik het gewoon simpel gehouden. Hieronder een grijze trui aan. Oh, hier zie je hem. Skinny jeans en mijn ballies. Want het is een beetje dezelfde kleur als het jasje, dacht ik. Is misschien wel leuk. En de laatste keer dat ik jullie had gesproken was gisteren toen ik bij mijn ouders was. Toen ben ik daarna nog even naar huis gegaan.
Ben ik daar nog even in de middag gechilled. En toen ben ik in de avond weer teruggegaan naar mijn ouders. Want daar heb ik even gezellig tv gekeken. Een filmpje hebben gekeken. En dat was wel heel erg gezellig om eventjes weer die quality time met de parents te hebben. Dus ja, dat is wat mijn zaterdagavond was. En nu gaan we lekker broodje. Zo, dit is mijn eerste bordje. Ik heb verschillende dingen genomen. Ik durf niet van alles de naam te zeggen. Maar het ziet er wel echt super lekker uit. Met rijst. Ik heb ook nog een cocktail gekregen trouwens. En verder groene thee. Yum, yum, yum. Dit is een kokostapioca. Tapioca met wat vers fruit. En dit is een pandantaartje. Kokosmoes, vers fruit weer. Zo, het is alweer even later. We hebben heerlijk gebruncht bij mama Makkan. En daarna zijn we nog eventjes langs mijn vriend en zus gegaan. Daar hebben we nog eventjes gechilled. Nu zijn we weer lekker thuis. Ik ben best wel moe eigenlijk van deze dag. Klein beetje hoofdpijn, dus we gaan lekker even op de bank hangen. Misschien een serietje kijken. En dan is het weekend helaas alweer voorbij. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog weer. Vergeet zeker niet om eventjes in de beschrijving naar de vragen te kijken die we daar hebben neergezet. Het zou ons heel erg helpen als je die zou willen beantwoorden. Heel erg bedankt alvast daarvoor. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende vlog. Doei!